Werkzaamheden wegen Paramaribo en omgeving vorderen. De wegen verkeerden in slechte staat, zijn slecht begaanbaar en er is weinig tot geen afwatering van overtollig water. Zo reageert Rachel Legiman, projectdrager van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, op de situatie waarin bepaalde verbindingswegen decennia lang verkeren. Het ministerie heeft een paar maanden terug de opdracht gegeven om enkele functionele verbindingswegen in volksbuurten te herstellen. De werkzaamheden verliepen tot vorige week nog gestaag. Nu zijn de werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden en met de start van de regentijd zal er inderdaad enige stagnatie op het werk worden ondervonden. Aldus de projectdrager Legiman. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.